De film Jurassic Park bestaat dit jaar 30 jaar en dat viert Lego met een waanzinnige line-up aan Lego sets. Waaronder deze Triceratops onderzoek. Roar! Roar! En als we kijken op de doos, dan zien we direct dat er een Triceratops in zit. Maar ook de originele Ford Explorer uit Jurassic Park, die iconische wagen. We zien dat je twee minifigs krijgt, ja, en de Triceratops. Op de achterkant zien we de Triceratops, de Ford Explorer en Ellie Sattler en Ian Malcolm in actie. De Triceratops is niet helemaal lekker en de verzorger vermoedt dat ze misschien iets van bessen heeft gegeten. Nou, daar kom je maar op één manier achter. Je moet poep gaan onderzoeken. Nou ja, dit is dan dus ook de eerste Lego set waar ze gewoon poep verkopen. Voor een doos van dit kaliber heb je twee duimen nodig. Zakje 1 bouwt de onderkant van de Ford Explorer met die iconische kleur groen. Die spat je tegemoet. En de dino zie ik. Alle dino's zitten in een papieren zakje bij de Jurassic Park lijn. Leuk dat je de dino zelf ook nog kan bouwen. Zo, en de Triceratops is al af. Gaaf, je kan de poten bewegen, kop bewegen. Er is iets met er aan de hand. Ja, en wat er met er aan de hand is, dat gaan we onderzoeken. Ellie Sattler kan bezorgd kijken en extra bezorgd kijken. Ik ben momenteel bezig de onderkant van de auto te bouwen. Ze kunnen vier minifigs straks plaatsnemen in deze wagen. Dat is wel heel tof. Blijkbaar is er ook nog een achterin. Ja, en dat felgroen, dat is gewoon de Ford Explorer uit Jurassic Park. De onderkant van de wagen is af. Inderdaad, zitplaats voor vier mensen tegelijk. Navigatiesysteem, een stuur. Nou, flinke grill voorop. Mocht er per ongeluk een dino voor de wagen lopen, dan wens ik hem succes. Oh, kijk, er komt nog meer op. Wielen die worden afgewerkt met ronde gladde plates, waardoor ze de velgen krijgen zoals we die kennen uit de film. Hoe je hem kent uit de film, dat is hem gewoon precies. Al die eigenschappen die ook gebruikt worden in de film, die zie je hier terug. De lier, de banden, die gave grill, die ontzettend gave kleuren, de lampen bovenop. Ja, het is echt een super gave auto. We missen nog één heel belangrijk ingrediënt bij deze set. De Triceratops moet onderzocht worden. Ja, hoe doe je dat? Door de poep te onderzoeken. Ja, er komen al wel vliegen op af. Dit is toch wel een van de gekste dingen die ik ooit heb gebouwd van Lego. Een hele dikke drol. Ik heb wel eens een drol gebouwd van Lego, maar nog nooit een dino-drol. En de bergpoep is af. Nou, dat is wel een hoop zeg. Bruine kikker bovenop, leuk detail. Ja, dat moet onderzocht worden, dat wil je eigenlijk niet. Deze meneer die heeft het heel slim gedaan, die pakt er gewoon een schep bij. Ian Malcolm is zo gek nog niet. Ellie Sattler die gaat er gewoon recht met haar handschoenen in. We hebben die iconische Ford Explorer, elektrische wagen met navigatiesysteem. En we hebben natuurlijk die fantastische Triceratops. Al met al een super gave set die iconische scène uit de film natuurgetrouw uitbeeldt. De bergpoep is zelfs op schaal. De auto is precies wat die moet zijn. Ja, hele toffe set. Leuke aanwinst aan de Ik wil deze zijn. En jij dan die twee zijn? Ik ga wel snel door naar de volgende set, want deze begin ik toch goed te ruiken. Oh, ga je met me mee?